Welkom bij weer een nieuwe video. Het is zoals je kan zien frisjes vandaag. Dikke kleding aan. Ik ga vandaag vissen samen met maatje Lex. We gaan vissen op snoekbaars en baars. Met eigenlijk een aparte techniek. Wil je daar alles van weten? Blijf dan kijken. En weer een snoekbaarsje. Op de oranje pikletje van de chicken. Langzaam over de bodem. Boom. We gaan vandaag vissen met wat zwaardere loodkoppen. Normaal dan vis je eigenlijk zo licht mogelijk. Hè, want dan gooi je in, je tikt op, dan heb je een lange zweefvlucht. Vandaag gaan we eigenlijk helemaal dat andersom doen. We vissen met zwaardere loodkoppen, want we willen eigenlijk plat bij de bodem blijven. Wat is eigenlijk nu de truc? Omdat we heel langzaam moeten vissen, dicht bij die bodem. He, want dat hoge optikken, dat werkt eigenlijk met koude temperaturen, werkt het eigenlijk averechts. Dus we vissen best wel zwaar eigenlijk, in dit geval zo'n 12 gram. En dan vissen we eigenlijk plat over de bodem. Hoe moet je dat zien? Normaal, als mijn arm de bodem is, dan tik je hem op met een lichte loodkop. Dan heb je een lange glijvlucht terug naar beneden. Nou, dat willen we nou eigenlijk niet. Want we gaan vissen op deze manier. Dus eigenlijk echt over die bodem heen kruipen. Op deze manier. Continu eigenlijk contact houden met de bodem. Nou, daarom vissen we ook iets zwaarder. Normaal zou ik hier vissen met 5 gram of 7 gram. Nu met 12 gewoon om echt op die bodem. Vereist is wel dat we natuurlijk een vlakke bodem moeten hebben. Vrij van obstakels, want anders zit je iedere worp zit je vast. En het is ingooien. En hele langzame slagen maken. Super traag draaien. Kleine tikjes geven. En echt die bodem afpeuten. Zo gaan we vissen. Ik vis met in dit geval een piglet set. Een grote haakbocht van Owner. Onderlijn van fluorocarbon van 2800ste. Ik vis met een Dyneema lijn van Strike Pro. 800ste en ik vis in dit geval de Lizard X hengel, een 20 grams hengel. En zo vissen we eigenlijk vandaag. Gaan we vissen op snoekbaars en een hoop
hopelijk ook een hele mooie baars. Ja, dikke baksteen. Oh, wat een vis, man. Ja, we zitten echt op een superstek. Kogelroet. Helemaal. Oh, dikke. Prachtige baars. Ik denk dat hij net dat 40 is. Maar een kogeltje rond. Vijfenveertig centimeter. Super baars. Wat een mooie. Mooie baksteen dit. Nou, ik hoor jullie misschien denken van ja, waarom vis je met loodkoppen over de bodem heen? Is het niet veel beter met Texas rig? Nou, natuurlijk is dat ook een manier met Texas rig haken. Het nadeel daarvan zelf vind ik, om die, als je die Texas rig gaat vissen, dat eigenlijk zit het altijd verstopt in je aas. Zeg maar op deze manier. Dan zit de haakpunt eigenlijk altijd weg in je setje. Nou, ik persoonlijk, natuurlijk technieken is persoonlijk, persoonlijk hou ik veel meer altijd van een vrije haakpunt. Als je met een wheatless haak vist, op een Texas rig manier, ja, dan zit het verstopt. Nou, je moet eigenlijk veel langer wachten als je een aanbeet krijgt. Dan moet je ook nog eens de haak zetten door hem uit je set te tikken. Nou, dus ik kies er gewoon voor. Nee, je ziet het hier met loodkop. Ik heb wel alles bij me, uiteraard. Maar ik kies er altijd voor eigenlijk om gewoon met loodkopjes te vissen. Of in sommige gevallen ook met tungsten. Heb ik hier ook allemaal bij me. Ja, en op die manier dan hou ik gewoon heel dichtbij. Dan hou ik gewoon die loodkop met dat setje gewoon op de bodem. De crux is in deze visserij dat je niet te lange huppels maakt, maar gewoon plat bij de bodem. Natuurlijk kan het met een wheatless, met een Texas rig, deze bullet weights, die heb ik ook allemaal bij. Ja, het zijn persoonlijke keuzes en we hebben al wat vissen gevangen. Dus het gaat op zich goed, de techniek werkt. Nou, als je even hierboven de link aanklikt. Ik heb deze techniek al eens een video van gemaakt. Toen deed ik het eigenlijk driftend met de boot. Dus dan liet ik eigenlijk mijn shed gewoon over de bodem achter de boot aan slepen. Een soort slepen, een soort diagonale. Nu liggen we gewoon voor anker op de spotbok van de Minkota. En nu werpen we het eigenlijk uit. Dus eigenlijk komt het op hetzelfde komt het neer. En het is een vrij effectieve manier van vissen in de winter. Je moet het gewoon maar eens proberen. Kijk wat mooie hier dan, die drop-off. Helemaal weg. Tomme chicken. Maar het is eigenlijk gewoon op de bodem hier zitten. En hem eigenlijk gewoon over de bodem heen slepen. Ik ben iets langzamer gaan vissen. Gelijk een mooie snoepbaars erop. Dus Alex, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, snel weer terug. Hoppa. Van de Blenk. Nou, zoals Evert al vertelde eerder, vissen we heel langzaam vandaag. Dus hele kleine haaltjes. En dat is om die set op de bodem te houden. Wat je merkt is in de winter dat die vissen, die zijn heel langzaam, dus die pakken het gewoon van de bodem af. Zelfs als die stil ligt, dan pakken ze hem nog. Dus met een wat zwaardere loodkop proberen we dan het setje op de bodem te houden. En met een hele kleine slaag van de molen, dan verplaats je steeds maar een centimeter of 30. Een heel klein stukje van de bodem af. En als die dan de bodem weer raakt of ligt, dan krijg je vaak de aanbeet. Keihard. En zo doen we het dan nu in de winter.
Dat is een flinke snoekbaars. Zit al niet meer gehaakt. Zit gewoon. Hij klemt hem vast. De haak is er al uit. Nou, mooie knappe snoekbaars. Mooie sterke vis. We vissen nu op 1,07 meter. Schitterende vis. Op de picklet set. Nou, snel weer terug. Mooie vis. Nou, onze visdag is weer ten einde. We hebben eigenlijk een prima visdag gehad. We spraken net een andere visboot en die hebben een stuk minder gedaan dan ons. Ik wil natuurlijk niet alles zeggen, maar het blijkt wel dat onze techniek vandaag in ieder geval heeft gewerkt. We hadden samen, Lex en ik, hadden we 9 snoekbaarzen en 2 baarzen van een hele mooie, een geluk van 45. Dus al met al tevreden. Mooie techniek. Dus ik zou zeggen, probeer hem een keer. Binnenkort, ik heb een nieuw item op mijn boot. Dat is de Mega Live van Hummingbird. Dus dan kan je echt dus, zeg maar, je kunstaas zien. Daar ga ik zeker video's van maken. Dus hou mijn YouTube-kanaal in de gaten. En vergeet uiteraard niet te subscriben op mijn kanaal. Namens mij en mijn vismaat Lex, bedankt voor het kijken weer. En hopelijk weer tot een volgende video. Keep on hammering.